PSV onder 17, Ajax onder 17. Niet alleen een leuke en belangrijke wedstrijd, omdat het nou eenmaal PSV-Ajax is. Maar ook de koploper, namelijk Ajax, tegen de nummer 2 PSV dat ontzettend vaak scoort. En dan zijn deze twee mannen wel redelijk verantwoordelijk voor. Scamacca en Joël Pirou. Beide zijn de afgelopen weken prima in vorm. En dat geldt sowieso wel voor PSV onder 17. Maar goed, Ajax is dus de koploper. En dat krijgt ook de eerste hele grote mogelijkheid in deze wedstrijd. Martijn Kaars, de spits van Ajax. En daar zat de verdediging van PSV heel even te slapen. En ook hier niet al te best van Tijn Daverveld. En komt er dan weer gevaar van de kant van Ajax. Jazeker. El Azrak, de middenvelder van Ajax. Maar een hele goede redding van Mike van der Meulhof. Sowieso krijgen Ajax en PSV niet heel veel doelpunten tegen. Gemiddeld 1 per wedstrijd. En dit is de Tsjech Sadilek. En daar de overtreding en de bal op de stip. Ook nog de gele kaart voor Mitchell Bakker. Ja, de bal wordt niet geraakt, in ieder geval niet door Bakker. En dan, wie gaat die penalty nemen? Scamacca wil heel graag. Fernandes wil ook heel graag. Uiteindelijk is het de Italiaan die je mag nemen. En zo moet je ook een penalty nemen. Wat een prachtig ingeschoten strafschop van Gianluca Scamacca. Eerst nog even wat bakkelei met Fernandes. Nu de grootste vrienden. Zo hoort het ook. En zeker als je penalty dan ook scoort. Ja, dan kun je als bouwman zijnde in de goede hoek zitten. Maar zo'n penalty is onhoudbaar. En dan krijgt PSV opeens vleugels. Ajax in het begin iets sterker. Na die openingstreffer van Scamacca is PSV de bovenliggende partij. En dat hadden ze hier ook uit moeten drukken in een tweede doelpunt. Roep dan, coach dan, zegt Scamacca. Maar die bal die had er toch wel in gemoeten. Maar Ajax, een ploeg die niet te onderschatten valt. Want hier is het Kluivert. Justin Kluivert. Een hele belangrijke redding van Van der Meulhof. Zorgde voor veel dreiging daar aan die rechterkant, Kluivert. Maar die eerste helft die sluit PSV dus goed af. En in de tweede helft gaat het alleen maar beter. Fernandes loopt door. Gaat dan lelijk onderuit daar op de stenen. Achter het doel. Maar die toon is meteen gezet na de rust. Lonwijk, niks aan de hand, roept de scheidsrechter. Het spel gaat door. PSV dus de betere. Ajax komt niet meer echt in het spel. Tot dit moment Justin Kluivert 1-1. Toch wel redelijk onverwacht. Krijgt ook wel alle ruimte om te schieten. En Van der Meulhof kan alleen maar kijken. En dat is dan toch ontzettend zonde. Zeker omdat PSV bezig was met een hele sterke fase. Maar daarna raakt het weer wat kwijt. Nou, hier een gelukje. Scamacca. Amar Sadic ingevallen. Dit moet 2-1 zijn. Dit is geen 2-1. De invaller heeft een ontzettend groot wapen met zijn snelheid. En hier weer aan de bal. Maar goed, net had die bal toch moeten zitten. Scamacca. Pirou, die staat op scherp. Ter Heide, de back van Ajax niet. Joël Pirou, daar is het wel 2-1. Sadic deed het niet. Joël Pirou deed het wel. Een goede bal was dat van Scamacca. Pirou, al een aantal keer in deze wedstrijd zat hij op deze bal te loeren. En zo is het dus weer de voorsprong voor PSV. Dan Ajax. Dat zet ontzettend veel druk. Heeft toch maar een paar minuten. Sadic rustig gebleven. Heel goed. Zeker nu. Als balbezit ontzettend belangrijk is. En dan zo'n bal. Dat is minder. En toch de bal voor PSV. Fernandes. Op wederom Joël Pirou. Van rechts naar links. Van 2-1 naar 3-1. En dat mag zeker gevierd worden. Ziet de ruimte, benut die perfect.
Hij dus met 2 doelpunten, de grote man. 3-1 winst voor PSV onder 17 tegen Ajax. En PSV pakt nu de koppositie. En dat zien we hier. PSV dus op plek 1, 18 punten uit 7 wedstrijden. Dan gaat het dus over Ajax heen, dat samen met Feyenoord op 2 en 3 staat, 16 uit 7.